Hallo allemaal, welkom bij de White Cooling Games woonkamer. Vandaag spelen we als luiaards en we racen tegen elkaar om zo snel mogelijk 8 blaadjes te verzamelen uit verschillende bomen die overal om ons heen staan. Nou zijn we natuurlijk super lui en hebben we geen zin om zelf van boom naar boom te lopen. Dus wat doen we? We wachten totdat een bepaald dier langskomt, dan hoppen we op hun rug en die brengen ons dan weer naar een andere boom. Ja, wij als spelers kunnen deze dieren besturen en iedereen kan alle dieren besturen. Wat betekent dat als jij denkt heel slim een giraf naar je toe te lokken vanwege zijn lange nek, dan kan ik die giraf weer naar mij toe lokken. En zo ben je continu in strijd om zo snel mogelijk al die bladeren te verzamelen. Maar wil je nou echt goed weten hoe je deze race kan winnen, dan kun je het beste kijken naar deze uitlegvideo van het toepasselijk genoemde spel Luiaard. Kies een van de twee zijdes van het speelbord om mee te spelen en leg de twee borden met de juiste zijdes aan elkaar. Iedere speler krijgt een spelersbord en een luiaardfiguur in zijn kleur en legt deze voor zich neer. Nu kies je 6 diersoorten. Wij spelen met de ezels, de eenhoorn, de krokodillen, de giraffen, een arend en de oerang-oetangs. Elke diersoort heeft zijn eigen stapel met precies 10 kaarten. Leg de stapels open op tafel naast het speelbord. Alle kaarten liggen in oplopende volgorde, dus de kaart met de laagste waarde ligt bovenop. Leg alle dierschijfjes in een voorraad naast de bijbehorende kaartstapel. Als luiaard wil je alleen jouw eigen kleur blaadjes verzamelen. Leg van alle deelnemende luiaards een blaadje van die kleur op elk van de 9 bomen op het speelbord. Kies een startspeler. De speler rechts van de startspeler en daarna de andere spelers tegen de klok in, kiest een boom als startpunt. Legt zijn luiaardfiguur op die boom en neemt direct het blaadje van die boom. Het blaadje leg je op het eerste veld linksboven van je spelersbord. Bij het kiezen van jouw startpunt leg je ook 1 dierschijfje op het speelbord op een veld naar keuze. Als alle spelers dat gedaan hebben, legt iedere speler telkens nog 1 diervisje op het speelbord, totdat ze op zijn. De startspeler begint en daarna wordt met de klok mee verder gespeeld. Voor elke luiaard liggen er nu nog 8 blaadjes op het speelbord. Tijdens de race hoef je nog maar 7 blaadjes te verzamelen. Je mag dus 1 blaadje laten liggen om het spel te winnen. Je probeert de beste route van boom naar boom te vinden om zo allerlei gebieden op het speelbord te bezoeken. Tijdens je beurt voer je de volgende 3 stappen uit. Eerst pak je nieuwe kaarten van de stapels, dit is verplicht. Daarna heb je de keuze om je door een dier te laten verplaatsen. En tot slot controleer je je handlimiet. Dit is ook verplicht. Op je spelersbord kun je zien hoeveel kaarten je moet pakken, dat een dier jou kan verplaatsen en hoeveel kaarten je in je hand mag houden. Kijk voor deze informatie altijd naar de kolom onder het meest rechtse blaadje. Je eerste beurt start je met 1 blaadje, dus kijk je in de eerste kolom van je spelersbord. De eerste rij geeft aan dat je nu 3 kaarten moet pakken. Deze kaarten pak je van verschillende stapels. Je mag niet 2 of meer kaarten van dezelfde stapel pakken. Je mag ook niet de kaarten in de stapels bekijken. Neem de gekozen kaarten op hand. Nadat je het tweede blaadje hebt verzameld, moet je direct na het pakken van kaarten 1 handkaart afleggen. Deze kaart leg je onderop de bijbehorende stapel. Nu mag je ervoor kiezen om je door dieren naar andere bomen te laten dragen. Als je deze actie uitvoert, speel je zoveel kaarten van 1 diersoort als je wilt. Nu tel je het aantal aangegeven bewegingspunten bij elkaar op, in dit geval 5. Verplaats nu 1 dierschijfje van die soort maximaal zoveel velden als het aantal bewegingspunten. Je mag elk dierschijfje verplaatsen. Het kost 1 punt om een dier naar een aangrenzend veld naar keuze te verplaatsen. Het dier mag alleen verplaatst worden naar de landschappen die op zijn kaart staan aangegeven. De giraf mag dus alleen maar over rivieren en over gras. De eenhoorn mag ook over dorpen en bruggen lopen. Dieren die over bruggen mogen, kunnen alleen via direct aangrenzende landschapsvelden een brug betreden of verlaten. Je mag een dier heen en weer verplaatsen, zolang je voor elke verplaatsing 1 bewegingspunt gebruikt. Een dier mag door velden met een ander dier verplaatsen, maar mag daar niet stoppen. Een dier mag wel op een boomveld met blaadjes stoppen. Tijdens de verplaatsing kan een dier jouw luiaard oppakken vanaf zijn eigen veld of een aangrenzend veld. Het aangrenzende landschapsveld mag een landschap zijn waar het dier normaal gesproken niet zou mogen komen. Het oppakken kost geen bewegingspunt. Nadat het dier je heeft opgepakt, draagt het je totdat al je bewegingspunten op zijn.
Maar je mag het dier ook eerder laten stoppen. Na de verplaatsing zet het dier je af op een veld naar keuze. Of op het veld waar het dier staat, of op een aangrenzend veld. Net als bij het oppakken kost het afzetten geen bewegingspunt. Je kunt dus niet op een dier blijven liggen om hem zo te blokkeren voor andere luiaards. Staat het dier op een brug, dan mag het dier je alleen afzetten op de brug zelf of op een van de twee aangrenzende velden. Een dier kan je wel dragen over rivieren of over bergen, maar het dier mag je er niet afzetten. Als een dier dat jou draagt op een boomveld terechtkomt met jouw kleur blaadje, dan verzamel je direct dat blaadje, ook als je met dat dier nog verder loopt. Als een dier je op een boomveld afzet, dan verzamel je ook je blaadje. Leg het blaadje meteen op het meest linker lege veld op je spelersbord. Zodra je bent afgezet, staan jij en het dier stil, ook als je nog bewegingspunten over hebt. De overige bewegingspunten gaan verloren. Nu leg je al je gespeelde kaarten op volgorde van waarde met de laagste kaart bovenop, onderop de bijbehorende stapel. Tot slot controleer je handlimiet. Kijk in de kolom van het meest rechtse blaadje. De derde rij laat zien hoeveel kaarten je op hand mag houden. Heb je meer kaarten, zoals in ons geval 7, dan moet je het overschot afleggen. Kies zoveel kaarten als je moet afleggen en leg deze open onderop de stapel. Leg je meer dan één kaart van dezelfde diersoort af, dan moet je weer sorteren op waarde met de laagste kaart bovenop. Je legt ze open onder de bijbehorende stapel. Daarna is de volgende speler aan de beurt. Er zijn allerlei verschillende dieren met speciale vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen de basisregels tegenspreken, maar hebben altijd voorrang. Zo mag je van de eenhoorn bijvoorbeeld maar één kaart per beurt spelen om hem te verplaatsen. En kan de giraf met zijn lange nek je tot 2 velden van hem vandaan oppakken en afzetten. In deze uitleg geef ik slechts een paar voorbeelden, maar als je een specifieke vraag hebt over een vaardigheid van een dier, dan kan je deze stellen in de reactie onder deze video. Wanneer je jouw 8e blaadje hebt verzameld, rond je je beurt zoals gewoonlijk af. De andere luiaards spelen de huidige beurt uit, zodat iedereen evenveel beurten gehad heeft. De luiaard die de meeste blaadjes heeft verzameld, wint de race. Luiaard is zo'n uniek spel omdat je je eigen pion, jouw speler, op het bord probeert te verplaatsen door anderen te laten bewegen. En wil je nou meer van dit soort unieke spellen zien, ga dan onze website www.whitegoblingames.nl. Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal als je de nieuwste video's wil zien. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En als je een vraag hebt over de spelregels, dan kan je die altijd stellen in de reacties onder deze video. En dan beantwoorden we ze zo snel mogelijk. Ik wil je bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie bij de volgende uitlegvideo.